Yo mensen, wat leuk dat jullie weer kijken. Mijn naam is Kelvin, a.k.a. Kal. Fijn, je weet hoe het gaat. Het is altijd fijn als ik met je moeder sta op de straat, op het plein. Je weet hoe het gaat. Hallo. Ja, we zijn weer lekker enthousiast vandaag mensen, want vandaag is een zeer speciale dag voor mijzelf en ook voor jullie. Dus je moet heel even beseffen wat er vandaag gaat gebeuren. Het is niet normaal. Vandaag is een hele speciale dag, namelijk ik ga voor het eerst in mijn leven fietsen in mijn woonkamer. Hey, daar is ook. Oh. God. Ik ben dood op van een stukje fietsen. Ik ben gewoon, ik heb letterlijk 5 meter gefietst. En ik ben kapot. Help mij, alsjeblieft. Ik ga iets heel erg leuks doen, dat wil ik jullie vertellen. Ik heb jullie hulp nodig, dus blijf alsjeblieft kijken. Ik zal jullie vertellen, je kunt mij ontmoeten. Niet dat iemand dat wil, maar mocht je nou op een of andere manier gek genoeg zijn om dat leuk te vinden, blijf even lekker hangen. Dit wordt de dag van je leven. Luister. Er is iets heel erg leuks op mijn pad gekomen en dat wil ik met jullie delen. En dat ga ik doen in deze video. Maar voordat ik dat ga doen, ga ik eventjes het paprikaatje erbij pakken. Tada! Jullie weten hoe ik denk over andere kleuren paprika's dan rood. Daar doe ik niet aan. Maar vandaag maak ik een uitzondering. Vandaag is de dag dat Kelvin Boema, de grootste paprika-deskundige van Nederland, ervoor kiest om toch een oranje paprikaatje te eten. En dat heeft een hele belangrijke reden. Mmm. Oh yeah boy. Oh yeah boy. You know what's good boy. You know what's goddamn good boy. Oh. Ik eet vandaag een oranje paprika en dat heeft een reden die ga ik jullie nu vertellen. Namelijk het volgende. Let's go! Ik ben er klaar voor! Laten we gaan! Ik weet niet precies waarom dat gebeurde, maar het spijt me heel erg. Help! Sorry. Een tijdje geleden heeft Fanta mij gevraagd voor het maken van een reclame. En toen zei ik tegen Fanta, hey, top, dankjewel, superleuk, maar ik wil meer. Ik wil meer dan dat. En toen zei ze, wat bedoel je dan? Hoezo? Toen zei ik tegen Fanta, luister, als jullie het aandurven om gedurende de hele zomer jullie hele marketing door mij te laten doen, samen met een team van jonge gasten en meiden, geen restricties, alleen maar lol trappen met hele creatieve jonge mensen, om eindelijk eens een keer goede reclames te maken. Dan doe ik het. Dan is het top. Dan ga ik het doen. 3 keer raden wat ze hebben gezegd. Ja. Hey! Hey. You know what's good? You know what's goddamn good? We're gonna make some goddamn awesome commercials and shit like that. Come on, boy. We gotta do this, man. Ik heb speciaal voor vandaag niet 1, niet 2, maar 3 oranje paprika's, mensen. We got this. This ain't a problem, man. We got this, man. Oh. Nou, 1 ligt op de grond. Dat mag niet. En ik heb met Fanta de afspraak gemaakt dat zij mij alles ter beschikking stellen wat ik wil. Hey, is dat een topdeal of niet? Dat dacht ik. En dan vraag je natuurlijk af, hey Kelvin, waar maak je dan deze video? Want volgens mij heb je het allemaal wel goed voor elkaar. Nou, nog niet helemaal. Namelijk, ik heb een aantal van jullie nodig om samen met mij een aantal dagen gedurende deze zomer op pad te gaan om deze missie te volbrengen. En dat moet jij zijn. Dus top. Ik ga rondom dit avontuur namelijk een serie maken en die noem ik Baas Zijn met Kalvijn. Ik vond het topnaam, want ik ben eindelijk gewoon eens een keer de baas. Ik ben gewoon eens een keer de baas. En je kan samen met mij kun je de baas zijn. Dat is toch leuk? Baas zijn met top. Leuk. Top. Dus ben jij jong, creatief, leuk, enthousiast en getalenteerd, dan ben jij van mij. Of ik van jou. Kan allebei. Niet echt. Wordt gezellig. Het belangrijke van mijn bazenteam is dat het mensen zijn die aan de ene kant enthousiast zijn en sprankelend zijn en fantastisch in het leven staan. Hey. En tegelijkertijd ook een bepaald talent hebben. En dat kan alles zijn. Je kan heel creatief zijn, je kan muziek maken, je kan tekenen, je kan film maken. Alles mag, zolang je maar getalenteerd bent en creatief bent. Die creativiteit vind ik namelijk het allerbelangrijkste. Dus heb je nou zoiets van, ja, Kelvin, dat wil ik wel, dat vind ik wel leuk. Ja, zeker. Gewoon een paar dagjes in de zomer een beetje chillen met jou en je team en zo. Ja, dat is gezellig. Gaan we lekker leuke dingen doen. Top, leuk, top, top. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is een foto te plaatsen op Instagram. Dat kan letterlijk elke foto zijn waaruit jij laat zien hoe creatief je bent. Voel je alsjeblieft niet op een of andere manier beperkt in wat je mag posten. Probeer de post zo leuk en creatief mogelijk te maken en voeg in de caption hashtag eigen baas toe. Dan weet ik dat het bedoeld is voor mij. Dan weet ik het. Dan komt het goed. Dan zie ik het. Hashtag eigen baas, omdat vanaf deze zomer wij onze eigen baas zijn om lekker te knallen voor Fanta. Ja, ik kan er niks anders van maken. Het is een feest. Het is een fucking feest, mensen. Vervolgens ga ik alle inzendingen bekijken en kies ik een aantal van jullie uit om onderdeel te worden van mijn bazenteam. We got this, mensen. Ja, en dan heb ik eigenlijk nog maar 1 ding te zeggen. En dat is jongens en meiden van Nederland, waar wachten jullie nog op? Plaats die Instagram post, laat zien hoe creatief je bent. En misschien worden wij dan wel vriendjes. Dat zou leuk zijn, dat zou fantastisch zijn. Mensen, bedankt voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaaltje. En dan zijn we de volgende keer weer. Doei!